De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, heeft vandaag het BNTF-project van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen en werkzamen vandaag afgerond met een certificaatuitreiking. Van de 36 deelnemers hebben 32 de eindstreep behaald. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gaf aan dat werkgelegenheid, zelfredzaamheid en ondernemerschap van eminent zijn voor een samenleving. Ik ben van mening dat KMO's, kleine ondernemers en micro-ondernemers de ruggengraat zijn van de economie van een land. We kunnen hele grote bedrijven hebben, maar als ze u niet hebben, iemand die installatie kan doen, iemand die gewassen kan doen, dan is het bedrijf ook nergens. Een bedrijf valt in staat met zijn personeel, met zijn arbeiders en deskundige arbeiders. En daar willen wij als ministerie met onze vakscholen daar naartoe gaan. Dat we de bedrijven kunnen accommoderen. Met expertise dat ze nodig hebben. En we hebben straks de oil- en gasindustrie. Daar moeten we aan werken als ministerie. SAO-directeur Joyce Lapar blikt terug op een positieve uitvoering en afronding van het project. De methode van instructies geven is enigszins aangepast en de begeleiding van de cursisten is ook ruimer geweest. We moesten echt wel aan ze trekken en ze motiveren om de vaktraining te bezoeken, merkte Lapar op. De kennis die u hebt opgedaan kan niet worden afgepakt van u en versterkt uw positie op de arbeidsmarkt. Maar vergeet niet dat het succes zit in uw gedrag. Uw gedrag zal bepalen hoe ver u komt op die arbeidsmarkt. Dus ga niet ervan uit, ik heb die kennis, misap rokokba, misap duafak, en het gaat u direct goed gaan. Er zijn werknemersvaardigheden, daar zult u zich voornamelijk aan moeten houden. Internationaal is het al zelfs zo dat men eerder let op de werknemersvaardigheden. De arbeidsmarkt verwacht van u werknemersvaardigheden die erbij aan toedragen te groeien als bedrijf en u natuurlijk in het verlengde daarvan als individu. De bestgeslaagden hebben elk een gereedschap dat in hun vakgebied ligt ontvangen.